ben Mark Steens. Ik werk sinds 1998 voor Doer Festival en ben daar verantwoordelijk voor de pers en promo voor Vlaanderen. We zijn momenteel volop bezig met de opbouw van het festivalterrein. Er staan al een groot aantal tenten recht waar we nu mee bezig zijn hier achter ons. Dat is de opbouw van de Last Arena, dus het hoofdpodium van het festival. Dus hier op de Last Arena ga je onder andere Balorgy, Netsky, Siguros, Underworld, Pixies aan het werk kunnen zien. Iets waar dat wij, de mensen die voor het festival werken, wel naar uitkijken is om 's avonds, als het een beetje als het een rustig moment is, pakweg rond middernacht, 1 uur, dat we even kunnen gaan uitblazen in de Bar du Petit Bois. Dat is zo'n beetje een verborgen hoekje in het terrein, echt een chill-out zone. Daar staat ook een caravan waar dat DJ-sets geprogrammeerd staan en dat is wel heel plezant ook. Achter ons zien we een van de nieuwe tenten op Doer, dat is de Cubanisto. Dat is een beetje de tegenhanger van de Labo. Maar wat de Labo eerder focust op live muziek, komen hier enkel DJ's en producers aan bod. Jonge, beloftevolle producers, waarvan dat wij ook vermoeden dat ze op termijn wel kunnen doorgroeien naar de dancehall. Maar die nu misschien nog net te onbekend zijn om een heel groot publiek te gaan lokken. Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om een podium bij te plaatsen.